hartstikke goed dat je weer kijkt. Dit is het tweede gedeelte van het hoofdstuk over wereldoorlogen. En bij de wereldoorlogen beginnen we natuurlijk bij de Eerste Wereldoorlog. Vorige keer, in de vorige video, heb je gezien hoe de Eerste Wereldoorlog begon. En wat de aanleiding is geweest, wat de verschillende oorzaken waren voor die Eerste Wereldoorlog. En vandaag gaan we het hebben over de strijd zelf. Dus hoe is die strijd nou verlopen en waarom wordt die Eerste Wereldoorlog nou nog steeds herinnerd? Waarom zijn ze in Engeland nou bijvoorbeeld meer bezig met die Eerste Wereldoorlog dan wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd? Nou, dat probeer ik in deze video uit te leggen. Deze video hoort weer bij een weektaak. Dus als jij straks in Magister gaat kijken, staat daar huiswerk voor een hele week in. Probeer daar dus ook rekening mee te houden, want het is een lange uitleg die ik geef, die je dus ook prima in tweeën kunt hakken. Dus de ene keer kijk je de eerste helft van de video en de tweede keer kijk je de rest. Best een lange uitleg bij dit onderwerp. Maar dat betekent dus ook dat ik er in een hoog tempo doorheen probeer te gaan. En daardoor dus ook af en toe best wel interessante onderwerpen heel snel voorbij ga. Als je nou meer wil weten over dat onderwerp, kijk op Google Classroom. Daar probeer ik wat meer uitleg te geven met filmpjes onder andere. Maar daarvoor heb je ook je docent, dus je kunt ook je docent natuurlijk nog vragen stellen. Hey, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, net nadat de oorlog verklaard is, je had gezien hoe dat gegaan is, hoe snel die landen allemaal elkaar de oorlog verklaren, op dat moment zijn alle landen ervan overtuigd dat zij die oorlog gaan winnen. Het is al heel lang geleden dat er voor het laatst een echte oorlog gevoerd is. Dan moet je echt al denken aan 1870, 1871. Dat is dus 40 jaar ervoor dat Duitsland en Frankrijk een oorlog gevoerd hebben. En sinds die tijd zijn alle landen enorm geïndustrialiseerd, ook flink gemilitariseerd. Die begrip heb je in de vorige uitleg gehoord. Dus ze zijn echt allemaal vol vertrouwen dat het goed gaat komen. Ze zijn ook heel nationalistisch, heel trots op hun eigen land. Nou, je ziet hier dus bijvoorbeeld die mensen die vrolijk uitgejuicht is niet helemaal een goed woord, maar vrolijk in ieder geval uitgezwaaid worden door de mensen, want ze blijven maar een paar weken weg en dan komen ze als overwinnaars terug, is de gedachte. Waar je dus even rekening mee moet houden, is dat er dus in Europa een aantal grote bondgenootschappen zijn die met elkaar samenwerken. De gebieden die blauw zijn, zijn bondgenoten, en de gebieden die groen zijn, zijn bondgenootschappen. Dat zijn dus landen die met elkaar samenwerken. De rode lijnen die er doorheen lopen in deze kaart zijn de frontgebieden, dus de plekken waar er gevochten is. Wat dus heel bizar is, want je ziet nu dus al in één oogopslag dat er eigenlijk, zeker in het Westen, dus dan bedoel ik bij België en Frankrijk, is er dus 4 jaar lang alleen maar op deze plek gevochten. En niet heel Frankrijk bijvoorbeeld door, zoals later dan in de Tweede Wereldoorlog gebeurt. In het oosten verplaatst dat front zich wat meer. Dus dat gaat dan hier ineens over honderden en duizenden kilometers. Maar in dit geval is het maar een heel klein stukje, waar dan wel dus miljoenen mannen zijn om te vechten. Dus nou, hier zie je de bondgenootschappen nog eventjes in beeld genoemd, waarbij wel gezegd moet worden dat het ene land sterker is dan het andere land. Dus bijvoorbeeld Servië heeft eigenlijk niet zoveel te vertellen bij de geallieerden. Frankrijk, Engeland en Rusland zijn daar veel machtiger. Nou, er zijn ook een aantal neutrale landen, waaronder Nederland. Nederland weet het voor elkaar te krijgen dat ze neutraal zijn, dat ze dus niet meedoen in die oorlog en er dus buiten gelaten worden. België wilde ook neutraal blijven. Dat is mislukt. Kijk, dat zie je door deze kaart, zie je dat heel goed. Moet je wel even weten wat waar zit. Hier zie je Germany staan, dus Duitsland. Dit gebied hieronder is Frankrijk en hierboven ligt België. En dan moet je je dus voorstellen dat de Duitsers een plan hadden om dit sterke verdedigingsgebied van de Fransen, om die te omzeilen. Want hier doorheen, dat zou heel moeilijk worden. Dus weet je wat, we gaan met een grote boog er omheen. Want met die grote boog kun je dan die sterke verdediging omzeilen. Kun je ze zelfs in de rug aanvallen. En je kunt ook in diezelfde beweging doorstoten naar Parijs. Dat betekent dat je dus door België heen moet. Hier zie je bijvoorbeeld het Belgische plaatsje Tongeren liggen. Hier zie je Dinant liggen, wat ook nog in België ligt.
Hier zie je die groene lijn is de grens van België. Zie je Luxemburg wordt ook onder de voet gelopen. In het oorspronkelijke plan zou Nederland ook onder de voeten gelopen worden door het Duitse leger. Maar uiteindelijk vonden de Duitsers het toch nog wel fijn als Nederland neutraal zou blijven. Zodat de Duitsers nog een mogelijkheid hadden om... dat ze nog een neutraal land naast zich hadden, zodat de havens open konden blijven bijvoorbeeld. Zodat er gehandeld kon worden. Nou, dus om een twee-frontenoorlog te voorkomen, ze zitten ingeklemd tussen Frankrijk en Rusland. Je kunt ze niet alle twee tegelijkertijd aan. Om dat te voorkomen, schakel je één van je tegenstanders heel snel uit. Nou, moet je je voorstellen, als jij op het schoolplein een vechtpartij hebt met twee sterke gasten, dan kun je ze niet alle twee tegelijkertijd aan. Dus je moet er eentje gelijk uitschakelen. Dan heb je alle tijd voor die ander. Nou, het plan was dus om Frankrijk zo snel mogelijk uit te schakelen, waarna dan je de handen vrij hebt om Rusland uit te schakelen. Nou, het lastige is dat het von Schlieffen-plan mislukt, want de Fransen zijn in het noorden sterk genoeg om de Duitsers uiteindelijk met heel veel moeite tegen te houden. Het kost onwijs veel moeite. Het is bijna mislukt hoor. Dus de Duitsers waren bijna doorgestoten tot Parijs. Echt met een laatste krachtinspanning weten de Fransen dat tegen te houden. En dan ontstaat er een loopgravenoorlog. De soldaten graven zich in. En die graven gangen. En hier op deze afbeelding zie je die gangen heel erg duidelijk afgebeeld. Die gangen die worden netjes bekleed met takken om te zorgen dat ze niet te makkelijk instorten. Het regent in dat gebied ook veel, dus er zijn planken neergelegd om ervoor te zorgen dat je niet de hele tijd met je voeten in de modder staat. Maar je kunt je voorstellen dat als je hier 4 jaar lang moet vechten, dat hier snel de lol vanaf is. Nou, zo zie je die loopgraven van de bovenkant. En het lastige van de hele strijd is dat de wapens om te verdedigen, die zijn zo krachtig dat je met een aanval eigenlijk niks begint. Dus verdedigen is veel makkelijker dan aanvallen. Nou, dat betekent dus dat je alle twee in je loopgraaf blijft zitten en af en toe maar wanhoopsaanvallen doet. En die loopgraven die zorgen dus voor beschutting voor die krachtige kanonnen die de vijand heeft, waarmee ze jouw loopgraaf onder vuur kunnen nemen. Hier zie je bijvoorbeeld grote kraters. Nou, die zijn dus net naast de loopgraaf terechtgekomen. En je ziet op dit vage plaatje ook wel dat hier dus van alles geregeld is. Er is zelfs een soort ziekenhuisje gemaakt in de loopgraaf. Nou ja, uiteindelijk wordt er dus aan het westen 40.000 kilometer aan loopgraaf aangelegd. Dat is dus niet aan één stuk door, maar achter deze loopgraaf ligt er gewoon nog eentje voor de zekerheid. Voor het geval je deze nou kwijtraakt, omdat de vijand hem inneemt, dan kun je je terugtrekken. Dan blaas je de gangen naar die andere loopgraaf blaas je op en dan kun je je daarin verder vechten. Dus er zijn loopgraven achter elkaar gegraven. Ze zijn gegraven in een zigzagvorm en dat is dus gewoon puur om te voorkomen dat ze instorten wanneer er een granaat inslaat. En je moet je dus ook wel voorstellen dat als er een granaat inslaat, dan word je dus ook met een beetje pech levend begraven. Met die zigzagvorm is de loopgraaf wat steviger. Hier zie je trouwens overigens wat mijngangen die gegraven zijn. Dus er werd ook vaak onder de grond werden er gangen gemaakt. En om aanvallen nou moeilijker te maken, werd de prikkeldraad aangelegd. En alleen de enige manier om door het prikkeldraad te komen was door bepaalde openingen die gemaakt waren. Daarmee kon je je eigen soldaten makkelijk richting de loopgraaf van de vijand laten lopen. Maar daartegenover stond dan een machinegeweer. Dus de vijand kon daar dan weer niet zo makkelijk doorheen, want dan werd je gewoon overhoop gemaaid. Uiteindelijk blijken die aanvallen uit die loopgraven super slecht te zijn. Want elke aanval die plaatsvindt, daar wordt er gewoon eigenlijk iedereen bij neergemaaid. Er blijft niemand van over. En je zou dus kunnen zeggen dat die mannen dan dus een soort van kanonnenvoer zijn. Ze worden gewoon overhoop geschoten. En deze foto hiernaast is wel heel duidelijk, hè? Dit was een bos. En dat is gewoon in zijn geheel overhoop geschoten. Het is een en al modder. Het water blijft staan in de kraters. Zelfs in die kraters, in die plassen, verzuipen mensen gewoon. Omdat dat hele diepe kuilen blijken te zijn.
Het is een verschrikkelijke strijd. Deze aanval is zo naar. En daar zullen we zo meteen wat voorbeelden van zien. Het hele gebied wordt dus overhoop geschoten. En er ontstaat dus een soort, een soort maanlandschap. En dat noemen we dan een niemandsland. Nou, hier zie je de loopgraaf nog eens een keertje, alleen dan wat vrolijker getekend. Deze afbeelding kun je straks via Google Classroom kun je die nog eventjes uitgebreid bekijken. En dan kun je bij alle oogjes even kijken wat je precies ziet. Kun je er gewoon overheen met de muis. Nou, 4 jaar lang worden die loopgraven compleet overhoop geschoten. Nou, hier zie je daar een voorbeeld van. Dit is dan dus... ik weet niet of dit 's nachts is of overdag is. In ieder geval, je kunt je wel voorstellen dat je hier gek wordt. Dat je dit echt niet 4 jaar lang kunt volhouden. En wat het ingewikkeld maakt, is dat door de industriële revolutie er ook heel veel uitvindingen worden gedaan. Dus er worden heel veel nieuwe wapens bedacht. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een meneer die niet heeft bedacht wat zijn uitvinding voor gevolgen kon hebben. Deze meneer die heeft een chloorgas en mosterdgas uitgevonden. Nou, hij kwam er wel achter dat dat een gif was, maar hij heeft nooit bedacht dat het leger dat zou gaan gebruiken in een oorlog tegen de vijand. Er worden dus nieuwe uitvindingen gedaan die zorgen voor nieuwe wapens. En er worden ook nieuwe... Die wapens bepalen ook de tactiek eigenlijk van de oorlog. Dus op een gegeven moment worden er vliegtuigen ingezet. Ja, dat verandert weer een beetje de tactiek in de strijd. Zo heeft die techniek heeft dus echt wel een grote invloed op hoe die oorlog verloopt. Het lastige is alleen dat de generaals, die veranderen niet zozeer van tactiek. De generaals blijven de oude tactiek gebruiken van soldaten maar naar voren sturen en de loopgraaf van de tegenstander veroveren. En of je dan omvergemaaid wordt of niet, maakt niet uit. We gaan daarna gewoon nog een aanval proberen. Nou, het wordt dus de oorlog van de uitvinders. Nou, gifgas is dus echt een verschrikkelijk drama. Gifgas wordt afgeschoten met kanonnen bijvoorbeeld. Wordt het dan afgeschoten richting jouw loopgraaf. De granaat ontploft. Het gifgas dwarrelt dan jouw loopgraaf in. Moet dan dus wel de wind de goede kant op staan. Hè? Als jij dus die granaat afvuurt en de wind staat jouw kant op, dan krijg je zelf je mosterdgas weer terug. Dat is niet echt de bedoeling. En zeker de eerste maanden dat gifgas gebruikt wordt, weten mannen niet meer wat ze moeten doen. Want hoe ga je je ooit verdedigen tegen dat gas? Nou, het duurt even voordat er gasmaskers uitgedeeld worden. Dus die mannen die je hier ziet, die zijn dus gewoon allemaal blind geworden. Die hebben schade aan hun netvlies opgelopen. Dus hun netvlies is deels weggebrand door het gifgas. Als je het inademt, dan beschadigt het je bijvoorbeeld je luchtwegen of je slokdarm of van alles eigenlijk, maakt het dan van binnen kapot, waardoor je er ook van kunt sterven. Nou, het duurt even voordat die gasmaskers uitgevonden worden. Ze komen er bijvoorbeeld wel achter dat andere stoffen ook een beetje werken tegen gifgas. En daar is een hele gore van, maar deze hele oorlog is ook goor. Maar stel nou dat er een gifgasaanval is en je hebt geen gasmasker, dan kun je altijd nog besluiten om over een doek heen te pissen. Je verstaat het goed. En die dan tegen je gezicht aan te houden. Is een beetje goor, maar de urine filtert dan voor een deel de giftige gassen. En dan zou je het kunnen overleven. Nou, een beetje smerig, maar dan overleef je het wel. En de vraag is nou dus als je dus zelf niet hoeft te plassen, dan moet je dus aan iemand anders vragen of hij over jouw doek heen wil plassen. Dat is nog smeriger. Op een gegeven moment worden de gasmaskers wel uitgevonden. En daarmee blijven die soldaten relatief veilig. Maar het zorgt ook wel echt voor heel veel angst. De soldaten zijn echt doodsbang voor de volgende aanval. Nou, er worden ook bijvoorbeeld zeppelins, zogenaamde luchtschepen, worden gebruikt in de strijd. Daarmee kun je bijvoorbeeld goed het strijdveld van je tegenstander in de gaten houden, waar ze aan waar de loopgraven precies liggen. En je kunt ze ook gebruiken om bombardementen uit te voeren. Dus deze zeppelins bijvoorbeeld, die hebben bijvoorbeeld over Antwerpen en Londen gevlogen. En dan kun je gewoon vanuit die zeppelin kun je bommen naar beneden gooien. Ja, dat was ongekend in die tijd. Ze wisten niet hoe ze zich daartegen moesten verdedigen.
Dan komen vliegtuigen, die kunnen dan natuurlijk wel een rol spelen in de verdediging tegen zeppelins. Vliegtuigen zijn nog niet zo bruikbaar als dat ze later in de Tweede Wereldoorlog worden. Je moet je voorstellen dat de piloot die hier in deze vliegtuigen zitten, die kunnen een machine kunnen ze bedienen. Meestal zit het geweer aan de zijkant van het vliegtuig. Nog niet aan de voorkant of zo, want ze hadden nog niet de techniek ontwikkeld om tussen je propellers door te vliegen. Dat is een Nederlander die dat aan het einde van de Eerste Wereldoorlog uitvindt. Dus meestal zat het mitrailleur aan de zijkant, zodat je dus vanuit je vliegtuig vanuit de zijkant naar beneden kunt schieten. En bommen, die kon je ook nog niet echt werpen zoals later bommenwerpers dat doen. Nee, die gooi je gewoon met de hand naar beneden. Dus je moet over de loopgraaf vliegen en dan de bom naar beneden gooien. Ja, dan ben je wel heel kwetsbaar met je vliegtuig, maar je bent nog veel kwetsbaarder als soldaat hier beneden. Want probeer maar eens een vliegtuig te raken als die in volle snelheid over de loopgraaf heen komt vliegen. Er vinden dus wel luchtgevechten plaats. Er zijn vlammenwerpers die gebruikt worden, waarmee hele stukken loopgraaf in de fik gestoken worden. En aan het einde van de Eerste Wereldoorlog worden er tanks uitgevonden. En die gaan die strijd wel heel erg veranderen. Want die kunnen in ene dwars door het prikkeldraad heen rossen, dwars over die loopgraven heen rijden. Achter zo'n tank kun je met tientallen mannen schuilen, ben je dus veilig tegen het machinegeweer. Dus die tanks die maken heel groot verschil in de strijd. Maar die komen pas helemaal aan het einde van de oorlog. Nou, mag je nog even rustig zelf lezen. Zet hem even stop als je nog wat wil lezen wat hier staat. En er worden ook al duikboten gebruikt. Op de Noordzee worden er al ontzettend veel schepen tot zinken gebracht door duikboten. Vooral door Duitse duikboten die een oorlog op zee voerden om daarmee de handel te blokkeren. Om ervoor te zorgen dat de Engelsen, de Britten, geen goederen meer in hun land zouden krijgen. Dat is ook een felle strijd. En dat noemen we dan zelfs de onbeperkte duikbotenoorlog. En dat betekent eigenlijk dat alle schepen, oorlogs, koopvaardijschepen, passagiersschepen, alle schepen mogen tot zinken gebracht worden door de Duitsers, vinden zij, om ervoor te zorgen dat ze de aanlevering van nieuwe goederen kunnen blokkeren richting Engeland. En dat heeft grote gevolgen dat ze dat doen. Nou, hier zie je wat gevolgen die plaatsen kunnen vinden. Ik laat de laatste paar uit deze video, omdat die nogal goor zijn. Die moet je dan maar zelf even op eigen gelegenheid nog eventjes bekijken. Maar de oorlog heeft zichtbare en onzichtbare verwondingen. Het is de oorlog van de mannen met de kapotgeslagen gezichten. Plastische chirurgie bestaat nog niet, maar overal om jou heen knallen de granaatscherven en de stukken kogels. Er zijn dus heel veel mannen met een verwoest gezicht, waarvan gewoon delen weggeslagen zijn, die wel in leven blijven en dan naar huis gaan met een half gezicht. En wat ook een hele grote rol speelt, zijn psychische klachten. Die mannen worden helemaal gek. Al is het niet van angst, omdat het gewoon doodeng is om daar te vechten, omdat je ieder moment dood kunt gaan. Dan is het wel door de enorme dreunen die iedere 10 seconden, iedere minuut om jou heen inslaan. En dat noem je, als je dan op een gegeven moment draaien mensen daarvan door, dat noemen we shell shock. En dat betekent dus eigenlijk gewoon, je bent totaal in shock van alle bommen die om jou heen vallen. En in die tijd zag men die mensen als lafaards en dan worden ze doodgeschoten, want je durft niet te vechten, dus dan ben je een verrader. Dus dan moet je maar doodgeschoten worden. Tegenwoordig weten we dat deze mensen ook echt niet meer konden vechten, dat ze gewoon psychisch in de war waren. Nou, die video kun je straks later nog even bekijken. Nou, hier zie je wat voor gevolgen dat kan hebben. Links is dus de foto voor en rechts is de foto na. Maak je er niet te veel verwachtingen van hoe het er rechts uitziet hoor. Want het ziet er bijna uit alsof de meneer keurig netjes, dat het keurig netjes met plastische chirurgie geheeld is.
Maar het zijn gewoon maskers van hout of van een soort voorloper van plastic bijvoorbeeld wat ze maakten. Dus hij kan zijn mond waarschijnlijk niet bewegen. Het is gewoon echt gewoon zoals het er nu uitziet, zo kijkt hij de hele dag. Maar het is altijd beter dan wat, zoals het er links uitziet. Hè? Zo'n persoon zoals het er links uitziet, daar schrokken mensen zich de pletten van toen hij terugkwam uit de oorlog. Maar zoals hij er rechts uitziet, nou, dan kun je gewoon over straat lopen. Goed, ik heb dus een stukje ertussen uitgelaten die je dus zelf via Lesson Up, via Google Classroom kunt bekijken. Dan is er een moment in 1917 wat we een keerpunt noemen. Dat is een moment, een keerpunt is een moment in een oorlog dat de andere kant op gaat. De Duitsers lijken die Eerste Wereldoorlog te winnen, maar dan verandert er het een en ander, waardoor de strijd in ene de andere kant op uitvalt. En nou ja, dat is om een tweetal redenen. In 1917 vindt de Russische Revolutie plaats. Krijg je later nog les over. Maar betekent eigenlijk de Russische keizer, de Russische tsaar, die wordt afgezet. En de nieuwe leider van Rusland heet Lenin. En die heeft afspraken gemaakt met de Duitsers dat als hij aan de macht komt, dan sluit hij vrede met de Duitsers. Dan wordt er niet verder gevochten. Nou, de Duitsers vinden dat natuurlijk super interessant. Dus die hebben hem ook geholpen met deze revolutie. Want dan hebben ze hun handen vrij om tegen de Fransen te vechten. Dus nou, hier zie je Lenin afgebeeld. Dat communisme waar hij voor staat, dat leg ik later nog uit. Maar het belangrijkste is dus vrede met Duitsland. Ook heel belangrijk, in april 1917 raken de Verenigde Staten betrokken bij de oorlog. En dat is eigenlijk de schuld van de Duitsers door die totale duikbotenoorlog. Doordat ze alle boten lieten zinken, hebben ze ook een Amerikaans schip laten zinken. En Amerika had eigenlijk een reden nodig om met die oorlog mee te doen. De meeste Amerikaanse burgers wilden helemaal niet meedoen, dus ze hadden een laatste zetje nodig. Nou, dat gebeurt. Dus het liefst zouden de Amerikanen niet met die oorlog mee willen doen, maar er is het achtste schip van de Amerikanen is getorpedeerd en het blijkt ook dus dat de Duitsers ondertussen bezig zijn om de Mexicanen op te hitsen en de Japanners op te hitsen om oorlog te voeren tegen de Amerikanen. Nou ja, dat is voor de Amerikanen eigenlijk reden genoeg. En dat achtste schip, de Lithuania wordt dat schip genoemd, dat was echt de laatste druppel voor de Amerikanen. En ze vechten pas vanaf augustus 1918 mee, maar ze brengen zoveel nieuwe soldaten en nieuwe wapens mee. De Duitse soldaten bijvoorbeeld, die zijn al 4 jaar lang in die loopgraven aan het vechten. Die zijn uitgeput. Dat is echt, ze zijn voor hun gevoel op hun laatste adem bezig. En dan ineens moeten ze gaan vechten tegen allemaal gemotiveerde, goed getrainde, goed gevoede soldaten met goed nieuw materiaal. Ja, daar kunnen ze nooit meer tegenop. Dus deze oorlog is in één keer voor de Duitsers verloren. En dan ziet de situatie er dus zo uit. De Italianen zijn overgelopen. Die zijn nu aan de kant van de geallieerden. En de Verenigde Staten staat dus ook aan de kant van de geallieerden. En de Russen doen dus eigenlijk niet meer mee. Goed, super lange uitleg. Hartstikke lang filmpje. Goed dat je erheen gekomen bent. Op Google Classroom staan dus nog extra materiaal, extra filmpjes. Misschien ook een beetje extra uitleg. Succes met het maken van de opdrachten. Dag!